Hallo allemaal en welkom bij Foto Video Zutphen. Op maandag 28 maart 1944 stortte een V1-bom neer op de Molenbult in Wernersveld. Jaarlijks is er op die datum een herinneringsmoment bij het monument dat geadopteerd is door leerlingen van Adriaan van der Endeschool in Wernersveld. De burgemeester wees er nog op hoe belangrijk het is hierbij stil te staan. Ook op de ochtend werd er stilgestaan bij de huidige situatie, zoals Ine Issink het verwoordde. Hier is het stil en hoor je de vogels. In Oekraïne is er oorlog. Stop de oorlog, las ik vanochtend op de Warnsveldse schooldeur. Als mensen ruzie maken, als mensen oorlog voeren, zijn veelal onschuldigen het slachtoffer. Welkom allemaal. Namens Comité Herdenkingen Warnsveld heet ik jou, u, jong en oud, van harte welkom bij dit monument om stil te staan bij wat zich hier vandaag, precies 77 jaar geleden, op 28 maart 1945 aan oorlogsverschrikking afspeelde. Graag geef ik het woord aan onze burgemeester Annemieke Vermeulen. Dit jaar is het 77 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Deze oorlog was een afschuwelijke periode in de geschiedenis van Nederland. Ook voor Warnsveld, waar helaas veel mensen hebben geleden en zijn gestorven. Op de avond van 28 maart 1945 lanceerden de Duitsers een V1. Dat was een vliegende bom met een onheilspellend geluid en die erom bekend stond niet erg nauwkeurig te zijn. De naam V1 was een afkorting voor Vergeltungswaffe 1, in het Nederlands Vergeldingswapen 1. Alleen de naam al zorgt voor afschuw. De V1 stortte neer op de Molenbult in Warnsveld. En zo gebeurde het dat 12 mensen om het leven kwamen. Voor Warnsveld was dit de grootste ramp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vandaag, 28 maart, is dit precies 77 jaar geleden. 77 jaar, dat is lang geleden. En vooral voor jullie, jongens en meisjes van de Adriaan van de Endeschool, voelt dat waarschijnlijk ook al als heel lang geleden. En dat is ook begrijpelijk. Vroeger vertelden mijn opa en oma de verhalen over de oorlog. En waarschijnlijk hebben jullie opa's en oma's de oorlog al niet eens meer meegemaakt. Hoe langer het geleden is, hoe minder mensen de oorlog hebben meegemaakt en hoe minder mensen de oorlog nog kunnen navertellen. En die verhalen over de oorlog zijn juist zo belangrijk. Die verhalen vertellen ons over hoe erg het was in de oorlog. Maar vooral leren die verhalen ons hoe belangrijk veiligheid en vrijheid zijn. Dat zien jullie nu helaas natuurlijk ook elke dag op de televisie hoe het gaat in de Oekraïne. Wij leven in vrijheid. Vrijheid om te stemmen, om te geloven wat je wilt. De vrijheid om te zeggen wat je wilt. En de vrijheid om te trouwen met wie je wilt. Of het nou een man of een vrouw is. Dit zijn zomaar een paar vrijheden die vele andere mensen niet kennen. Het zijn juist de verhalen als die over Warnsveld die ons leren hoe rijk wij zijn dat we in vrijheid kunnen leven. Dat bovenin de steen symboliseert het gat dat geslagen is in deze families. Vandaag staan we hier in Warnsveld stil bij de Molenbult. We staan stil bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Hier vielen zomaar 12 onschuldige slachtoffers. Vandaag herdenken en eren wij hen. We leren hier met elkaar van hun verhalen. Met eerbied en respect noem ik de namen van de mensen die hier om zijn gekomen. Anneke Jansen, 45 jaar. Diese Jansen, 51 jaar. En haar zoon Johannes Jansen, Jopie, 26 jaar. Harmina Kapper Pasman, 71 jaar. En haar schoondochter Elisabeth Kapper Hofenk, 34 jaar. Willem van Eijsten, 25 jaar. En zijn echtgenote Dina van Eijsten Herrewijn, 22 jaar.
en hun baby Willem van 1 jaar oud. Bernardus Jansen, 54 jaar. En zijn echtgenote Johanna Jansen Overkamp, 49 jaar. Cornelis Elissen, 28 jaar uit Reden en bij deze familie Jansen op bezoek. En Willem Bildebeek, 50 jaar. Ik zou willen vragen om een minuut stilte om deze mensen te herdenken. En dan gaan twee leerlingen, Guusje en Mare, onze burgemeester even helpen bij het neerleggen van de bloemen. Dank u, dames. Zoals de burgemeester al zei, wij kunnen in vrijheid denken. Ook, en zoals nu vandaag is dat toch iets bijzonders. En we staan er nu ook zomaar bij stil. En daarvoor wil ik even ook tekst en uitleg geven bij de gedenksteen. Hoe die in mijn gedachten is gekomen met de achtergrond wat hier gebeurd is. Gedachten bij de gedenksteen. Wat willen wij gedenken en wat is gedenken? Gevoelens boven laten komen die teruggaan naar het verleden. Gevoelens zijn persoonlijk van en voor jezelf. Maar wat ook kun je ze delen en dat proberen we nu te doen. Maar wat doet een steen daartoe? Welke gevoelens liggen verborgen in een koude steen, terugdenkend naar het verschrikkelijke moment van 28 maart 1945. Toch zegt de steen mij veel. Zij heeft al enkele jaren bij mezelf op het erf gestaan en nog steeds kon ik geen goede invulling krijgen voor de vormgeving. Misschien een uitdrukking voor de tijdsduur 28 maart 1945, het moment van de ontploffing van de V1 en 28 maart 2011, het moment van de onthulling. En dan wil ik nu graag naar voren de leerlingen Romee, Gijs en Eefje die het gedicht van Victor gaat voorlezen. Op 28 maart 1945 gebeurde er een erge ramp. Er kwam een V1 in Warnsveld. Al ging het per ongeluk, het kwam hard aan. Letterlijk en figuurlijk. Heel veel dingen waren verwoest. Ook levens. In totaal 12 levens en 22 huizen worden verwoest. Die herdenken we vandaag. Nooit. Oorlog is nooit fijn. Mensen gaan er dood. Er is honger en pijn. Oorlog is nooit goed, ondanks verhalen over helden en moed. Oorlog is nooit mooi, het lijkt alleen maar tot verdriet en een enorme pijnzooi. Oorlog heeft nooit een winnaar, want door het geweld loopt iedereen gevaar. Oorlog heeft nooit iets goeds gebracht, het is een zinloze strijd om de macht. Oorlog leek voor mij zo ver weg, maar denk dat nooit. Sinds de oorlog in Oekraïne is die dichterbij dan ooit. Vrede is een van de belangrijkste dingen. Je kan het zien in sommige bewegingen. Geen ruzie, probeer het altijd goed en probeer het nooit met bloed. Oorlog en vrede. Oorlog is niet oké. Vrede is wel mooi. Het kan altijd wel goed. Iedereen is even. Zo kan het goed. Vrijheid is belangrijk. Overal op aarde. Dat is erg oké. Vrijheid. Mm-hmm.
Nu worden de bloemen gelegd door Julian en door nog iemand. En hoe heet de andere iemand? Koen. En dan is er nu gelegenheid om door de diverse besturen, comité's en particulieren uw bloemen neer te leggen. Comité Herdenkingen Tweede Wereldoorlog Warnsveld organiseert deze herdenking in fijne samenwerking met leerlingen en begeleiders van Kindcentrum Adriaan van de Ende. Fijn dat jullie zo in verbondenheid met oorlogsslachtoffers over de hele wereld met het thema aan de slag zijn gegaan. Wij kunnen deze herdenking ook doen in samenwerking met de gemeente Zutphen, die wij bedanken voor de verzorging van het monument in het Tatenplantsoen gedurende het jaar.
En deze herdenking is in samenwerking met de protestantse gemeente Warnsveld-Leesten. Op uitnodiging van de protestantse gemeente Warnsveld-Leesten in de Martinuskerk alhier, de kerk die alhier al meer dan 900 jaar een plek wil zijn waar iedereen ongeacht afkomst zich welkom mag voelen, nodigt u van harte uit in de eekschuur na afloop na te praten bij een kopje koffie. Graag verzoek ik iedereen nu een wandeling om het monument te maken, waarbij de leerlingen voorop gaan. En heel graag wil ik u dat u daarna nog heel even blijft. Misschien is het u opgevallen tijdens de herdenking hier, waar we zijn in vrede, maar ook in de oorlog in de Oekraïne, op de stille momenten zijn de vogels te horen. De leerlingen van de school zijn aan de slag gegaan met het thema en in de volle overtuiging dat we met z'n allen moeten zorgen dat er vrede komt. En de vredesduif is het symbool van de vrede. De leerlingen willen u graag iets aanreiken. Daar geef ik ze heel graag de gelegenheid voor. En ik wil hen nogmaals heel hartelijk danken en de begeleiders voor de fijne samenwerking om deze herdenking samen vorm te geven. Dank jullie wel. Thank you.
Thank you.